Ik ben heel snel, voorzitter. Voorzitter, de PVV-fractie vindt dat het voorliggende wetsvoorstel absoluut niet tegemoet komt aan de bezwaren die de leden van de Eerste Kamer hadden tegen het eerder verworpen wetsvoorstel elektronisch patiëntendossier, het EPD. Ook met de laatste wijziging, nota van wijziging, wordt in mijn ogen nog steeds niet voldaan aan de privacy- en veiligheidseisen die bij het uitwisselen van medische gegevens noodzakelijk is. Het blijft te grootschalig, te veel mensen hebben toegang tot te veel gegevens en nog steeds krijgt de patiënt niet voldoende zeggenschap over zijn eigen medische dossier. Intussen wordt de druk om het landelijk schakelpunt, het LSP, grootschalig te gebruiken opgevoerd. Zonder deelname aan het LSP kan er straks niet meer gecommuniceerd, geregistreerd en gefactureerd worden. Met het afschaffen van artikel 13 krijgen de zorgverzekeraars straks nog meer macht, waardoor ze hun voorwaarden eenzijdig kunnen dicteren. Wordt niet één van die voorwaarden deelname aan het LSP? En is de volgende stap niet dat patiënten gedwongen worden deel te nemen aan het LSP, omdat de zorgaanbieder anders de declaratie niet kan indienen? Kan ik de garantie krijgen van de minister dat zorgaanbieders nog patiënten gedwongen kunnen worden om deel te nemen aan het LSP? Hadden we die garantie eigenlijk niet al en probeerde zorgverzekeraar Mensis het begin dit jaar toch door apothekers contractueel te verplichten? Kan de minister hier zich duidelijk over uitspreken en is zij bereid zorgverzekeraars terug te fluiten als ze het opnieuw gaan proberen? Voorzitter, worden in Nederland de zorgaanbieders nog gelokt met voordeeltjes en bonussen om deel te nemen aan het LSP? In Engeland zijn ze al een paar stappen verder. Begin dit jaar werd bekend dat het HSCIC, dat is de Engelse organisatie die de patiëntengegevens beheert, net zoals bij ons de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, de VZVZ, de medische gegevens van 47 miljoen patiënten heeft verkocht aan een instantie voor zorgverzekeraars, een soort Zorgverzekeraars Nederland, ZN, zeg maar. Staat dit hier ook te gebeuren, is dat waar we in Nederland ook naartoe gaan. Dit is echt een horrorscenario. Kan ik de garantie van de minister krijgen dat dit in Nederland niet gaat gebeuren? En terwijl wij hier debatteren over een wetswijziging en over het geven van generieke of specifieke toestemming, heeft de VZVZ de uitbreiding naar ketenzorg al aangekondigd. Waar eerst sprake was van het uitwisselen van medicatiegegevens en het beknopte waarneemdossier van de huisarts, wordt nu fors uitgebreid naar andere zorgverleners, waaronder bijvoorbeeld diëtisten, podotherapeuten en pedicures, om maar wat te noemen. En wordt ook de set van de medische gegevens fors uitgebreid. Dit maakt duidelijk dat generieke toestemming nooit kan worden gegeven. Ten eerste omdat je als patiënt het aantal zorgverleners niet kan overzien. En ten tweede omdat de VZVZ blijkbaar naar believen de uitwisseling kan uitbreiden naar andere vormen van zorg. De specifieke toestemming is daar geen oplossing voor, want die gaat uit van het uitsluiten van inzage. De minister had beter kunnen spreken van specifieke uitsluiting. Er wordt hier dus een woordspelletje gespeeld waar ik niet in mee kan gaan. Kan ik de garantie krijgen van de minister dat er altijd gericht en vooraf toestemming wordt gevraagd voor uitwisseling aan zorgverleners die betrokken zijn bij een behandeling? Voorzitter, tot slot, wordt het geen tijd om te onderzoeken in hoeverre het gebruik van het LSP nadelig kan uitpakken voor patiënten? Bij een grootschalig systeem zoals het LSP, waar duizenden mensen toegang hebben, is er een groot risico dat er bewust of onbewust gegevens kunnen worden gewijzigd, aangepast, verwijderd of toegevoegd. Dit levert een groot gezondheidsrisico op voor de patiënt. En in hoeverre kun je nog op de gegevens vertrouwen? De Consumentenbond heeft onlangs aangetoond dat 2/3 van de huisartsendossiers onvolledig of incompleet zijn of onjuist zijn. Is de minister het met mij eens dat dit een groot gevaar kan opleveren en dat het daarom noodzakelijk is dat patiënten hun eigen dossiers actief controleren? En is de beste oplossing daarvoor niet om de regie over het dossier bij de patiënt te leggen en de toegang te regelen via een persoonlijke zorgpas? Graag een reactie van de minister. Dank u wel. U bedankt. Dan is het woord aan mevrouw Bruinslot van de fractie van het CDA.